Dit jaar is er op Lowlands weer een mystery act of guest aanwezig. Op zaterdag staat er rond 8 uur in de India Don't Die On Me Now. Maar niemand weet precies wie het is. Gaan ze het veld op om aan mensen te vragen of ze al enig idee hebben of wie ze hopen dat het zal zijn. Don't Die On Me Now, dan is het dus een oude artiest, denk ik. Maar ik zou niet weten wie. Het eerste wat in me opkomt is Moderat. Ik hoop op Kendrick Lamar, dat zou echt super vet zijn. Wauw, dat zou heel vet zijn. Ja. Ik hoop die Egyptische zanger, hoe heet hij ook weer? Nee. Omar Suleiman. Omar Suleiman. Oh ja, Mary J. Blige. Dat zou vet zijn, maar dat gaat niet gebeuren. Nee, ik ben er ook bang voor, maar het zou wel heel vet zijn. En jij? Ja, Kendrick Lamar. Ik heb wel opgezocht volgens mij in Spotify. En wat kon je ervan vinden? Maar niks denk ik. Nee. Ja, ik zag het wel op het programma, maar wat is het? Ja, ik weet dus niet wat het is. Het is de bus, zeg maar. Maar weet jij wat het is? Nee, maar is het een artiest? Want er staat een X'je bij in de beschrijving. Is het dus een mystery guest of zo? Ja, zoiets. Als het een mystery guest is, dan wil ik dat het de Temper Trap is. De Temper Trap wil jij dan. En jij? Ja, daar ben ik ook wel voor eigenlijk. Oké. Ja. Hier in de buurt. Heb ik gehoord. Ja. Dus ook op Pukkelpop. Dus. Nou, ze zei dat het Chad Rapper was. Ja, ik hoop dat het Björk is, maar de kans is heel klein. Geen idee. Maar jij zegt Chad Rapper. Ja, dat zei ze op de radio. Dat was een speculatie, maar... Ja. Coldplay. Harry Hossel. Radiohead. Ja, of Atoms for Peace of zo, maar ik hoop Björk. Skepta. Skepta? Ja. Waarom? Ik ben heel fan van zijn muziek. Editors. De editors hoop je. Ik help je mee hopen. Ah, lekker. Oh, misschien is het Rihanna, want die is ook een Pukkelpop. Ik hoop Beyoncé, maar ik denk het niet. Oh, dat zou ik echt heel tof vinden, inderdaad. Don't die me now. Nou, we gaan het zien. Ik moet je eigenlijk iets bekennen. Dat is dat ik namelijk eigenlijk ook al wel een beetje weet wie die mystery act of guest is. En ik kan je één ding vertellen. Het zat in de antwoorden die je hebt gehoord van de festivalgangers.